We hebben ditmaal een schrijver uit het, ja, het Gentse, uit Vlaanderen dus. Peter Verreken. Alles wat ik voor waar en werkelijk beschouwde, eigenlijk gebaseerd was op een heel systeem van leugens en bedrog. Want je wordt nu genoemd zo'n beetje de bekendste complotdenker van Vlaanderen. Ja, dat is een etiket dat op mij wordt geplakt en dat ik ook aanvaard. Er is een beperkte elite, die hebben een plan en dat heeft niet het beste met de mensheid voor. Café Weltschmerz wordt gecensureerd. Bekijk daarom de volledige aflevering op onze website en steun ons.